je weet dat, dat er rivaliteit is tussen de twee clubs. En je weet dat er... En tussen spelers. En tussen spelers, maar dat is gezond. De aanvoerders van Roda en Fortuna zoeken elkaar op neutraal terrein op. Niet in Kerkrade, niet in Sittard, maar precies in het midden. De boodschap, dit mag niet meer gebeuren. Niet alleen de degradatie werd een feit. Op de terugweg van Deventer werden ze supporters van Roda op de A2 opgewacht door supporters van Fortuna Sittard. Dit zijn beelden van de laatste confrontatie tussen de rivaliserende supportersgroepen van Roda en Fortuna op de snelweg. Van oudsher is er sprake van hoogspanning tussen enkele groepen supporters. Dat mag, maar dan wel zonder geweld. Want ik denk als dit niet goed gaat, denk dat de KNVB ook misschien de uitsupporters gaat schrappen. Ik zeg maar wat. En dat is iets wat we niet willen hebben. Dus ik denk dat dat uitdagen van twee kanten dat net mooi is. En dat moet ook blijven. Alleen het moet niet doorslaan tot geweld. Want dat... Daar heeft Fortuna niks aan, daar heeft Roda niks aan, daar heeft het Limburgse voetbal niks aan. Sorry? Ken je dat taaltje al een beetje daar in Kerkrade? Nee. Dat is moeilijk te verstaan. Dat is niet te verstaan. De aanvoerders slaan de handen vandaag ineen om te proberen de gemoederen op voorhand te bedaren. De strijd wordt op het veld geleverd. Hoe ga jij die van voren straks in de wedstrijd aanpakken? Keihard. Hij staat nu nog, maar morgen of zaterdag dan is het een ander verhaal.